de vijfde etage een hele grote opslag gemaakt met alle persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoi en welkom allemaal bij Jetfree Interviewt, medewerkers. Vandaag hebben wij een interview met Jeanette van Philadelphia. Ze gaat uitleggen wat ze doet, hoe ze het doet en ze gaat ook uitleggen hoe zij de coronamaatregel en de coronalockdown heeft overleefd. Dus komen jullie mee? Nou, ik ben Jeanette van Meer en ik werk als facilitair manager bij Philadelphia. Oké, en wat doet dat, een facilitair manager? Ja, facilitair is een heel breed begrip. Maar wat je je daarbij moet voorstellen zijn allerlei vraagstukken over dingen in het gebouw. En dan kan je bijvoorbeeld gericht op kantoor Amersfoort denken aan de bezetting op de frontoffice bij de balie, de telefoon, maar ook de inrichting, de koffie en de thee, maar ook de schoonmaak. Eigenlijk allerlei facetten die het zo leuk maken en heel breed maken. Oké. Dat is wel interessant om te horen. En het corona kwam, dat weten wij jammer genoeg allemaal. En hoe ging u daarmee om in de lockdown? Want mocht u gewoon werken? Ja, wij hebben inderdaad gewoon gewerkt. Alhoewel het onderhoud op locaties door verschillende onderhoudsbedrijven natuurlijk stopgezet is. Dat deden we eigenlijk alleen maar als er echt iets heel ergs aan de hand was. Mm-hmm. Wat per direct opgelost moest worden. En wij hebben op kantoor Amersfoort wel een aantal diensten gewoon zijn we blijven leveren. Dus bijvoorbeeld de balie was nog steeds bezet. De schoonmaak moest gewoon doorgaan. Alle mensen die wel kantoorwerk vanuit huis konden doen, binnen onze afdeling hebben wel gewoon thuis gewerkt. Okay. Maar we hebben in de coronaperiode ook heel veel andere dingen opgepakt die normaal geen dingen zijn die tot onze dagelijkse werkzaamheden behoren. We hebben op de vijfde etage een hele grote opslag gemaakt met alle persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus de mondkapjes, de schorten, de overalls, de desinfectiegels. Dat is wel heel netjes. Op die vijfde etage hier in Amersfoort, daar stond eigenlijk alles. En vanuit die etage hebben we de bevoorrading... hebben we de bevoorrading naar alle locaties geregeld. Oké, dat is wel heel vet. Dat is wel heel mooi. Mooi werk wat u doet, moet ik zeggen. En hoe lang bent u al werkzaam bij Philadelphia? Ik ben werkzaam bij Philadelphia sinds 2006. Oké, dus u dus bent al best heel lang. Ja, dus u bent al vanaf 2006 een Philadelphiaan. Een echte Philadelphiaan. Een echte. Klopt. Hey, dat hoor ik graag. Dat is alleen maar goed voor de zorg. En de coronamaatregels zijn er. En je moet 1,5 meter afstand houden. Je moet mondkapjes op. En hoe ga jij daarmee om in de zorg die je verlengt? Nou, dat is een goede vraag, Jeffrey. We zijn de afgelopen week heel erg druk geweest om in de kantoren in ieder geval ervoor te zorgen dat er per september weer voor een klein gedeelte gewerkt kan gaan worden op kantoor. Mm-hmm. Maar dat we het dan wel zodanig hebben ingericht dat die afstand ook gewaarborgd kan worden. En dat was een flinke klus. Oké, en is het gelukt? Het is gelukt. We moeten alleen nog de laatste puntjes op de i zetten om het weer een beetje gezellig en netjes te maken. Maar dat komt wel goed, denk ik. Zoals ik Philadelphia ken, komt dat helemaal goed. Als ik u om één heel leuk ding op mag noemen sinds u werkzaam bent bij Philadelphia, wat zou dat dan zijn? Vanaf 2006 tot en met nu, één ding? Ja. Jeetje, ik kan er wel 10 benoemen. Één ding is denk ik het leerwerktraject wat we binnen servicekantoor Amersfoort hebben. Waarin verschillende leerlijnen zijn, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan kunnen deelnemen en op die manier ook hun certificaten halen. En dat maakt het werk in dit kantoor superleuk. Mm-hmm. Dat we banen aanbieden binnen facilitair aan deze mensen. Okay, en dat maakt het iedereen vertellen. Ja, want wat u net vertelde, het lijkt mij dat niet iedereen kan zo in de maatschappij.
Maar ik vind het wel netjes dat jullie, dat jullie iets opgericht hebben. Daarbij helpen jullie juist mensen om verder te komen. Echt veel respect daarvoor. Ja, het allermooiste zou dan ook nog zijn dat ze zo'n leerlijn hebben afgerond. En daarna dus een job elders kunnen, nou ja, kunnen krijgen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, mag ik u hartelijk bedanken voor dit leuke interview. En misschien tot de volgende keer. En doei doei! Ja, bedankt. Doei! Doeg.